لا يمكن أن المسلم يخدع الكافر. It is unmogelijk dat een moslim een niet-moslim bedriegt of oplicht. النبي صلى الله عليه وسلم عرف عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بأنه عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين. En de profeet Salim was bekend voordat hij als profeet werd gezonden onder de niet-moslims destijds als een waarheidsgetrouwe. Ze hebben hem nooit daarop betrapt op een leugen of dergelijke. En het is verbazingwekkend dat we sommige moslims zien يهنئ الكافر بالعيد. Dat hij een niet-moslim feliciteert met zijn geestelijke dagen. Wallahi, hada ghash, yaghsh al-kafir, yakdhib alayh, yadhhak alayh. Deze licht de niet-moslim op. Hij is oneerlijk tegenover deze niet-moslim. Hij bedriegt hem. ماذا يقول للكافر؟ Wat zegt hij tegen deze niet-moslim? يقول له سنة سعيدة. Hij zegt fijne dagen of kerstdagen of feestdagen. هذا كذب والله. Dit is een leugen. الأصل أن يقول له هذه السنة إذا تعيش فيها وأنت مشرك بالله سبحانه وتعالى والله هذه سنة تعيسة. نعم ليست سعيدة. تعيسة. نعم تعيس. نعم يعني الآن عندما يقول له هذه سنة سعيدة هذا كاذب. Als iemand een persoon groet met of feliciteert met een van deze dagen, is het een leugen. كان يقول له في هذه السنة اسعد بالشرك. Ja, of hij zegt eigenlijk tegen zo'n persoon vier dat feest en geniet van het polytheïsme. نحن قلنا أن المسلم صادق واضح ما يغش الكافر. We zeiden dat een moslim oprecht is en hij ligt niet op en hij bedriegt niet. Hij is eerlijk en ook tegenover een niet-moslim. المفروض يقول للكافر يقول والله أنا أحب لك الخير. Hij zou tegen zo'n niet-moslim moeten zeggen ik wens voor jou het beste. إذا بقيت على هذا بقيت على الشرك أنت في الدرك الأسفل من النار. Als jij je blijft volharden op het polytheïsme, dan is jouw eindbestemming het helftje. كيف تضحك عليه وتقول له سنة سعيدة؟ Hoe kan jij dan zo omgaan met zo'n persoon en hem voorliegen om hem te feliciteren? هذا من يهنئ الكفار بعيد، ما بالك بمن يشارك الكفار في أعياده؟ Dit is het oordeel als het gaat om het feliciteren. Wat dan te zeggen over de mensen die de feestdagen bijwonen? لا يمكن أن المسلم يشارك الكافر. Dus het is niet mogelijk voor een moslim om zich te mengen in de feestdagen van niet-moslims. لو ننظر بين العيد عند أهل الإسلام والعيد عند أهل الكفر. Als we kijken naar de feestdagen bij de moslims en de feestdagen bij de polytheïsten. العيد عند أهل الإسلام يكون بعد العبادة نخرج من عبادة ندخل في عبادة. De moslims, zij treden uit een feestdag, uit een aanbidding, en ze treden in een aanbidding. Dus het is een feestdag, maar een aanbidding. En vervolgens treden zij weer in een andere aanbidding. Dus van aanbidding naar aanbidding. عند الكفار يخرج من له يدخل في له أكبر منه. Ja, en bij de niet-moslims verlaten zij een onzinnige tijdsverdrijf of ik noem het onzin, en ze vervallen in andere onzin. نحن في العيد في يوم العيد لابد أن تقرب قربان، لابد أن تتصدق، لابد أن المجتمع يكون أمة واحدة. Op de feestdag van de moslims dienen de moslims een eenheid te vormen en een offer te brengen en een almoes te geven, samen aanbidden. لكن هنا العيد فيه ضياع أموال. De feestdagen van de niet-moslims bevatten verspillingen van geld. لا يوجد إنسان ناجح على وجه الأرض إلا ولا يمكن أن يضيع يعني الأيام بالسهر. Er is geen geslaagde persoon op aarde die succes wil boeken en vervolgens zijn dagen verslijt in tijdsverdrijf en lang opblijven en noem maar op. نعم الذي ينام مبكرا هذا دليل على النجاح. Degene die vroeg opstaat is een bewijs voor zijn succes. ولهذا نحن نستقبل العيد بأول النهار. بأول النهار عندنا العيد بعد صلاة الفجر. يعني يبدأ العيد عندنا بعد صلاة الفجر. يعني نات فجر خبت. خبت فيستخ تخمود يعني العيد. نعم. وعندهم العيد يبدأ بالسهر والضياع.
bij hun begint de feestdag met lang opblijven en tijd verdrijven. Het overgestelde van de moslims. Nou, فلا يمكن ان المسلم يشارك الكافر في اعياد ولا في احتفالاته ولا في طقوسه والله اعلم. Daarom dient de moslim zich niet te mengen in de feestdagen van niet-moslims of het bijwonen van hun feestdagen.